Op instructie van het Openbaar Ministerie is gisteren beslag gelegd op een 40-voet container. De informatie was dat zich daarin lachgas moest bevinden, waarvoor geen vergunning voor import was verleend. Na onderzoek is daadwerkelijk gebleken dat de container voor 3/4 was gevuld met lachgas. Het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie wordt voortgezet. De regering heeft de aanvang gemaakt met het uitbetalen van de financiële vergoeding aan huishoudens in het district Brokopondo. Het gaat om de compensatie voor de waterschade als gevolg van de overstromingen in 2022. De voorzitter van de werkgroep, Sandino Radling, geeft aan dat er eerst gewerkt is aan het inventariseren van de schade. En op basis van wat er aan data beschikbaar was, is er een plan van aanpak geformuleerd. Vervolgens is er teruggekoppeld met het kabinet van de president, waarna er is besloten eerst tot uitbetaling aan de huishoudens over te gaan. Arbeiders van de NV Samat aannemingsbedrijf, van het aannemingsbedrijf ontdekten recentelijk tijdens restauratiewerkzaamheden in het gebouw van Sociale Zaken en Volkshuisvesting een verborgen bakstenen trap en een gewelfde bakstenen waterkelder of reservoir in de kelder. In eerste instantie werd gedacht dat het een bakstenen put betrof. Bij inspectie vandaag door de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname bleek dat het geen waterput was, maar een gewelfde bakstenen waterkelder met een diepte van ongeveer 1,60 meter. Het waterreservoir dat nog vol water zit en verborgen ligt onder de vloer van de kelder heeft een L-vorm met 2 gewelven.